Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. We gaan weer met Feyenoord spelen en we gaan in de Champions League spelen tegen FC Krasnodar. Eerste thuiswedstrijd en ja, er moeten gewoon punten gepakt worden, zeker tegen deze tegenstander als we verder willen. Dan moet het vandaag gewoon gebeuren. We hebben één wedstrijd gewonnen, één wedstrijd verloren, dus dit moet de tweede winst worden. Goede verdedigende actie, Congolo. Eens even kijken, Congolo, wat doe je hier? Je staat rechts buiten. Je staat normaal links verdedigende stalen dinges verdedigen. Zo, kom ik even lekker uit mijn woorden? Nee, maakt niet uit. Je snapt vast wat ik bedoel. En Ziyech staat gewoon in de verdediging. Wat gebeurt er nu al in het begin van deze wedstrijd? El Amadi. Oh, hij loopt er zo door. Schiet hem maar. Schiet. Ah, oh, slecht schot. Minstens op doel zijn, jongen. En dan scoor je sowieso niet als je in het doel schiet, natuurlijk. Keeper hem dan heeft, kan gebeuren. Hij moet tussen de paaltjes. Goed bezig, jongens. Dat kan je wel zeggen. Oh, jammer. Kom op, Kramer. Je bent Jezus, slappe zak. Goed gedraaid. Ah, schot wordt weer geblokt. Goed bezig, El Amadi. Ah, jammer. Recht door het midden. En hij is weer voor ons. We staan onder druk. Moet je van profiteren. Kut. Moet je wel de bal goed passen. En uitkijken voor de count. Oh, lekker. Lekker, lekker, lekker. Ah, wat een kutpaas, joh. Jongen, jongen, man. Parlo. Nee, nee. Oh, Vermeer. Lekker, jongen. Weg met die bal. Countertje dan. Goed er voorbij. Ah, nee. Dat wou ik toch helemaal niet, joh. Kutting. Spelen we een overlul. Oh. Er staat druk op de wedstrijd. Dat kunnen we wel merken natuurlijk. Oh. Dit wordt een kans. Yes! Kravertje. Oh. Gewoon zijn derde doelpunt in de Champions League. Oh, oh, 1-0 voor. Deze mogen we niet verliezen, jongens. En ook niet gelijk spelen, gewoon winnen. Zeker tegen FC Krasnodar. Waar we een paar jaar geleden gewoon kansloos van verloren in de voorronde. Dat was toen nog Europa League, volgens mij, die voorronde. Oh, jee. Oh, lekker Vermeer. Oh, jee, oh, jee, oh, jee, oh, jee. Oh, dit is niet goed voor je hart. Dan gaat 3 jaar van mijn leven. Nee! Oh, shit, man. Ram die bal maar gewoon weg. Oh, oh, oh. Kunnen we weer opnieuw beginnen. Staan we eindelijk voor. Ik
kom op Kuit, we hebben je nodig. Meer dan ooit. Ja, en geel. Kom op. Kut. Kom op, jongens. Ah, joh, fuck, joh. Goed bezig. Ook goed bezig. Ook goed bezig. Kom op voor, kop. Ah, wat... Je kan hem toch nooit zo inkoppen. Ja, dat zag er spectaculairder uit dan dat het gevaarlijk was. Rust 1-1. Kom op jongens. We moeten winnen, anders gaan we het niet overleven deze groep. Iets aanvallen mee. Echt serieus, El Amadi. Wat doe je? Jongens, 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 man. Hoeveel staan er daar vrij? Kom op, Levi. Geef een goede voorzet. Shit! Waarom wilde hij hem überhaupt aannemen? Hij is zo goed te koppen. Koppen gewoon op doel, man. Zien we zelf wel of hij erin gaat. Wel goed druk gezet, zo is het wel. En weer balbezit. Echt, Elma, die loopt de drukte in, joh, lul. Hoe kan ik hem dan ooit naar je gooien? Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Het is een wedstrijdje vol frustratie. Zoals dit. Nee jongens, oi 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 oi, wat een geluk. Oh, wat een geluk. Nou, Kramer. Ah, kut. Loopt hij net te schuin. Op Elia, je bent sneller. Oprot, keeper. Blijf in je goal staan. Aanvallen, nee. Kijk, staat gewoon achterin, hoor. De voorbij, op wilskracht. Oeh, dat past net. Wat dan, joh, scheidsrechter? Jongen, man. Ga lopen janken of zo. Moet je niet weer een vrije tap geven? Ze raken de bal weer kwijt. Oh jee, hij is er voorbij. Yes! Fuck yes! El Amadi. Oh. Echt serieus deze bal, jongen. Vol op de lat.
En netjes afgerond. Oh, heerlijk. Oh, even wisselen. Elma, die is moe. Veel gelopen. Ayoepie erin. Thornsa erin. En zet jou er maar in. Hoppatee. Oh, nou geen doelpunt meer tegenkrijgen, jongens. Dat kunnen we even niet gebruiken. Gaan we weer gewoon normaal spelen, niet meer ultra aanvallend. Goed, Toornstra. Hoe kan hij die bal zo aannemen? Oh, het is een verdediger, het is geen Messi of Suarez of weet ik voor wie. Bleur op, man. Ja, goed zo, misschien maar over de zijlijn. Kom op. Nog een doelpunt zou lekker zijn. Kuit. Parallel. Keeper, blijf nog eens in je hok staan. Balbezit houden. Oh mijn god. Het ging me net goed. Serieus, trapt hij me nu gewoon ondersteboven? Oh, jammer. Net niet. Goed, jongen. Lopen, zie ik. Kut. Oh, en het is afgelopen. Yes! Oh, ik dacht dat er eigenlijk nog wel wat te spelen was, maar... We hebben gewonnen. We hebben gedaan wat we moesten doen. Het was nog niet de allerbeste wedstrijd, maar goed. 3 punten en... 3 punten erbij. 6 punten totaal. Dat gaat lekker. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!